Welkom bij aflevering 2 van Digitale Slagkracht, de Newscast. Een show waarin Anna, Robert en ik opmerkelijk interessant nieuws doornemen uit de tech- en marketinghoek. Van bijzondere ontwikkelingen in Big Tech tot ludieke marketinginitiatieven van bijvoorbeeld de koffietent om de hoek. Alles is welkom. En in drie berichten, verdeeld over evenveel deelnemers, praten wij hier weer bij en discussiëren wij over de impact en implicaties van deze berichten. Aan de hand van een stemronde bepalen wij uiteindelijk wie de meest interessante bijdrage heeft geleverd. Aan deze aflevering. En de winnaar mag zich, natuurlijk net als de vorige keer, de winnaar noemen. Welkom bij de nieuwscast. Dankjewel. Welkom. <laughs> Regie does <laughs> <of Messi>, ik. <laughs> dat is heel goed. Ja, zeker. Uh, De Muziek. Um, uh, ja jongens, het, uh, dit, dit is aflevering 2. Welkom allebei. Uh, Anna, je zit hier nog. Dat betekent dat, uh, dat je nog ik niet op Ik heb iets goed gedaan. Je hebt iets ik, goed gedaan. Ja, ik weet nog niet wat, want ik had maar echt vier punten. Uh, vijf, geloof ik. Vijf? Vijf. Je bent, je, oh. Je, oh, je haalt jezelf maar weer nog... neer voordat je überhaupt begonnen bent. Ja, ja, dat okay. is jammer. Oké, oh. um, oké. Okay, okay. Maar je zit er nog. Welkom. Er nog. Dus betekent dat betekent heb... dat het publiek jou mag... Ja, ze hebben allemaal gestemd. Precies. En maar... Anna mag blijven, Robert. Ja, dat ja. ja, nou, vind uh, je ervan, Ze hoort. kan het niet meer over straat. Ik ook niet, trouwens. <laughs> uh, overweldigende ontvangst van de afgelopen podcast, uh, ja, kan ik ja, dat dat. wel zeggen, jongens. Ja, dat, dat was wel indrukwekkend, uh, hè? Ja, zeker en indrukwekkende bijdrage waar wij weer geleverd aan de, de eter. Um, even kijken, ja wat hebben jullie een alweer een beetje goed voorbereid? Vorige keer natuurlijk... Ik heb wel... Uh, de de lat was hoger ja, gezet. Ja. Want de Vorige keer wisten natuurlijk niet wat ik kon verwachten. Dus um, gisteren heb ik gewoon een uur lang met de telefoon zitten scrollen. En toen kon ik niks vinden. Maar volgens mij was ik half aan het slapen. En toen okay. vanmorgen heb ik weer gekeken. En binnen vijf minuten vond ik iets. Vijf minuten. Het is, minuten. Vijf minuten. Ja. Het is wel, ja. wel een kort dag hoor. Wat? Deze ochtend. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, ik vond het ook lastig hoor. Ik heb ook tot gisteravond laat uh, ben ik bezig geweest. En... Oké, okay, maar jullie, ja. zijn, jullie waren wel razend enthousiast. Vooral jij Robert uh, vanochtend. Als, uh, jij denk, zat, maar uh, jy had, jy zat er, zat er ik, goed in. Ja. Ik denk dat ik een heel leuk stuk heb weer. Okay. En jij dan Michiel? Nou, ik, uh, ik had hem eigenlijk al een paar weken klaar liggen. Oh. Uh, ja, als je gewoon wel iets goeds tegenkomt, ja, dan moet je dat gewoon moet je een ja, beetje masseren, een beetje kneden, kneden en ja. dan ben je klaar. Ja. En ja. dan heb je het gewoon hier een beetje gespreid, je je wat je hier heerlijk. Dus ja. jij hebt wel lekker geslapen? Ja, best. Ja, <laughs> ja ik heb uitstekend geslapen. <laughs> um, jongens, dan, uh, dan kunnen we beginnen, denk ik. Um, de vraag is alleen: wie gaat er beginnen? Zal ik beginnen? Doe maar. Oké. Okay. Ik heb ook voor jullie uh, ter voorbereiding om mijn item wat kracht bij te zetten, even goed uh, te introduceren. Begin ik even met een quiz voor jullie. Ik vraag erom ook anderhalve minuut extra spreektijd. <laughs> ja, dat is wel ingediend even van tevoren, dat iedereen dat weet. Dit is zeker uh, is scripted. bekend. Yeah. Scripted. Ja. Het gaat over uh, soundlogo's. Ja. Oh ja. Ik hoor jullie denken: wat is een soundlogo? Ik denk nee, nou, ik dat, dat ik weet ik waar, waar jij heen ja, Ik Dat is gewoon weet ook al. een logo van <laughs> ja. geluid. Ja. Okay, we er... kunnen dit skippen, <laughs> heb ik en, het idee. Ja, al naar weten, ik weet om er er even in te komen: ja. hier even het eerste geluid. Mart voor de regie zit je klaar, daar komt hij. Jullie mogen even raden: bij welk bedrijf hoort dit geluid? Dit is toch. Uh... Oh, sorry. ik was dat ook alweer. Ik wil het nu weten. Telekom. Nee, KPN. Intel, jongens. Oh, Oké, okay, oh, Volgende, komt ie? Oh, McDonald's. Heel ja. goed, heel goed. Oké, okay, uh, even kijken, heb ik nog leuk? Deze ook erg leuk, uit de oude doos. Let op. Oh. Ik wil zeggen, dan oude Windows. Heel goed. Maar oude oh. Windows 95? Ja, dat zegt ja. voor mijn tijd. Heel goed gedaan. Oké, okay, nog even een paar. Hm? Ja, dat is Netflix. Oh, dat is. Ja, ja, goed, goed, goed. Die was niet altijd ingewikkeld. Anna, doe je mee? Ja. <laughs> ja Oké, okay, jongens, uh, gaan we nu ik even een tandje. Heb je er uh, nog één? Uh, dan laat ik heb... even voor Anna even even. Even. <laughs> <laughs> Nou, kijk, ik heb er nog twee, maar die zijn best lastig. Uh, ook om even aan te geven hoe, hoe ingewikkeld dit toch kan zijn. hoe hmm. komt hij dat op? Dit ken ik niet hoor. Het zal wel ja, een, een nieuwsrubriekje zijn. Nee, dit was Hyundai. Echt? Oh, oh ja, maar dat is mijn nieuwsrubriekje. Oké, dan heb ik nu de allerlaatste. Nou, die raadt niemand. Ik geef één hint: Frankrijk. Oh, dat is uh, de metro. Ja. Zo. <laughs> Goed gedaan, dan. Thanks. Nou, nou, nice. ja, nou klasse. Oké, okay, we zijn warm. <laughs> Precies, ja. Eén punten. Vraag aan jullie, quizvraag. Wat is het soundlogo van Wikipedia? Heeft het een soundlogo? Nee, ja, dat ik. <laughs> ik, nee, ik wist, je ik wist dat, 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 je, dat je hierover dat hier over ging beginnen. Ik zag het ook langskomen. Jullie, jullie kennen dit al. Nee, 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 nou, nog niet. Maar ik zag het langskomen. Maar Steek van Wal. Nou, Wikipedia heeft dus geen soundlogo. Hmm. Maar die gaat er dus wel komen. Ja, verschrikkelijk. En ze hebben daar dus een quiz voor uitgeschreven. Dus ze hebben aan een oproep gedaan wereldwijd. Uh, bedenk een soundlogo. wat bij ons past. Ja. Uh, de winnaar krijgt volgens mij 2500 dollar. Uh, het is een hele verkiezing. Dus mensen moeten zelf iets bedenken. Iets wat uh, past bij, uh, bij Wikipedia. Uh, en uh, wat de reden eigenlijk is waarom ze het uh, graag willen is voor. Uh, ze schrijven zelf op de site onder andere dat uh, Wikimedia projects are supported by hundreds of thousands of individuals who help create and share open and free knowledge. The knowledge is leveraged by multiple platforms. When a virtual voice assistant answers a question using Wikimedia knowledge, people do not always know where the information is coming from. With the sound logo, people will always hear the same sound when responses come from a Wikimedia project. Yep. Dus Vang dat maar eens in een geluidje. Herkenbaarheid, ja. ja en ook op een website, hè, mm -hmm. dus voor mm -hmm. uh, accessibility. Dus dat mensen ook die uh, met een toetsenbord uh, of niet kunnen zien... of minder goed kunnen zien... Uh, dat je op die manier meer herkenbaarheid mm -hmm. geeft aan je website. Ja. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ik vind dat op zich goed. Uh, waar ik alleen, en dat is ook een beetje, beetje tweeledig aan dit item... Ik snap nooit zo goed die, die sound assistants thuis. Weet je wel. Die home, Google Home dingen. Die maar Alexa dingen ja, en zo. Ja, ja, Google Home en Alexa. Kijk, want daar gaat het dan ook om. Dat ze zeggen, ja, als een voice assistant hè, uh, iets gebruikt uit Wikipedia, dat je dan dus dat geluidje hoort. Ja. Maar ja, dan kom ik automatisch dus bij dat onderwerp Voice Assistants aan, Google Home en Google uh, en Amazon Echo. Ja, wordt dat nou echt veel gebruikt, jongens? Ik ga die, die vraag ook beantwoorden voor jullie, want ik heb daar ook even opgezocht. Zullen wij uh, ja, de horen, Anna? Ja, ik ga wel. Ik ga de kroeg in. in. Ja, als je, als je kijkt ga op gaan. Google Trends en je gaat kijken naar die... En je typt in uh, ja. Google Home, ja. Ja. dan wat zie je dan? Dat de en hetzelfde geldt voor Amazon Echo. <coughs> de populariteit van die zoektermen is het grootst met kerst. Mm -hmm. Het is gewoon een leuk kerstcadeautje. Oh, zo. Ja. Het is een gimmick. Een gimmick. Ja. Uh, ja ik, ken, ik ken toch wel wat mensen die zo'n ding gebruiken. Oké, okay, maar wat is hier precies de link met die Wikipedia Sound dan, met die Alexa Units? Nou, dat hun, een van hun argumenten om dit te willen is onder andere omdat het gebruikt wordt op die, uh, die Home Assistants. Dus die, die, die Voice Assistants van, van Amazon en van Google. Dus ze willen een geluidje onder andere, zodat op dat soort apparaten je gelijk hoort: Oh, deze informatie komt van, okay. komt van Wikipedia. Maar ze willen okay. niks, niks met video doen voor de rest in de toekomst of zo. Niet dat ik weet. Nee, misschien is het daar zo van onderliggend iets dat we allemaal niet weten. En wij denken: nou ja, het is sowieso echt een superleuke wedstrijd. Zeg maar het van, Wikipedia om, dus, uh, om dit te verzinnen. Vandaar en dat ze mij. niet sturen en zo. Nee, ook is het spammen voor geld. Ja, dat ze moeten hun geld al... voor dit hebben. Nou, ik heb weet het alweer hoe het je, zit? je al gedoneerd ja ik doneer ja. best wel veel oh, dat naar vind, Wikipedia. Ik goed, nee, vind ik goed van ik echt ja. ja wat goed heb dat is gratis ook... informatie joh heb ik ook gedaan hoor. Nou, heel goed goed van ons Robert volgens wat? mij uh... echt, het oh ik echt niet ik ben echt uh, ja Anna. Nee. ja ik ben echt die shameless die gewoon gratis uh, ja hm. als als het ja. gratis moet je gewoon pakken jongens <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja je gaat toch ook niet als je de twee uh, of uh, twee plus een gratis ga je toch ook niet voor die derde betalen doe je gewoon niet Wikipedia's nee ja nee nou goed, ja, dat was eigenlijk mijn. Uh, je ja, bijdrage. Uh, 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 yeah. okay. mijn, ja. Oké. Maar mijn punt is eigenlijk ook met die voice <laughs> assistants: dat ik snap niet goed. Wat, ja, dat is dus een leuk kerstcadeau, snap ik ook wel. 40 dollar. Maar ja, wat, wat heb je er nou verder aan? Ik dacht, ja, kennen jullie mensen die dit gebruiken? Ja. Ik ken ze. Oh, jij kent ze toch wel? Ja, ja. nou, alleen wel voor meer dat ze dan een smart house willen. Dus dan als, als lichten, zeg maar, aangekoppeld zijn met wifi, dan kunnen ze al. Google Home, licht aan. En dan poep, gaat hij aan. Maar ja. dat is de enige reden waarvoor ik, waarvan ik weet dat mensen die gebruiken. Maar niet inderdaad om heel Wikipedia uit te lezen. Nee. nee. Ja. Het kan wel. Ik vind maar... het ook moeilijk. Ik, voor muziek is het leuk en voor je lampen. Ja. Nou, uh... omdat in alle eerlijkheid. die voice assistant apparaten. dat was toch de belofte van. ja, dan kun je je boodschappen bestellen. Beloft... Met je, maar dat is eigenlijk. Het is inderdaad meer voor domotica in huis. Dat je gordijnen ja. automatisch dicht gaan. en je lampen aan, dat soort dingen. Ja, ja. dat. Ja. Maar ja, is dat nou echt handig? Uh, ja, ik weet ik niet zo goed wat Wikipedia hier dan helemaal uitwendt wat, wat Anna zegt. Ja, dan moet je een heel artikel moet je gaan voorlezen of zo over uh, de historie van de vlag van Spanje. Nou ja, kennelijk. Ja, dat uh, gaat toch niet gebeuren. Ja, ik denk wel, misschien is het niet echt van nu, want het lijkt me laat inderdaad... Maar op een gegeven moment wordt het misschien wel slimmer... dat hij gewoon een soort van een korte samenvatting geven... van wat je eigenlijk aan het opzoeken bent. Hmm. Maar ik denk inderdaad nu nog niet Moeilijk. voor deze generatie... dat dat gewoon misschien Want nog het, niet gaat werken. Is het werken. ook niet zo... Ja, misschien ga ik nu dan te veel op Wikipedia in, hoor. Maar het is even, als, je, als ik een Wikipedia-artikel open... ben ik meestal op zoek naar één specifiek feitje in dat artikel. Ja. Als het gaat om, ik noem maar het, het WK voetbal in 66... dan wil ik misschien gewoon weten wie die goals hebben gemaakt. Hmm. En dat staat ergens op drie kwart pas. Want dat gaat eerst over uh, het, we, het hele aanloop naar het, Noem maar allemaal maar op. Maar dat moet dan ook kunnen, neem ik aan. Anders zit ik drie kwartier te luisteren naar Wikipedia in mijn huiskamer... voordat ik weet wie die goals heeft gemaakt. Ja, nou ja. kijk. Dat vind ik moeilijk. Dit soort ja. vraagstukken heb ik dus. Ja. Dus van hoe werkt dit nou? Ja, en en dat is dat al, het ook allemaal goed. gebaseerd... Op dat geluidje. Ja, ja nou ja, dat ik kom wel dat van ver, vind ik, uur, bij ja, deze, precies. hoor. Het is een beetje een stretch. Ja, vandaar dat het ik dan heb... een uur duurde gisteravond. Ja. Want die gingen heel ander pad bewandelen nou, deze. Ik ja. denk dat ik al voordeel ben... voordat we überhaupt aan de stem uh, komen. Zo. Nou ja, nou, dan zijn we ja, er wat dat... vroeg bij vandaag. Ja. Ja. Nee, ja, ik vond het een leuke... Uh, ja, het is ook genoten. een leuke. Ja, superleuk. Genoten. Nou, kunnen wij niet meedoen dan? Nou, ik zat dus... Oh ja, wat voor een geluid zouden jullie dan? Ja, Als je oh. Wikipedia... Nee, maar als je nou nu een geluid zou moeten bedenken voor Wikipedia... Ja, Wat eventueel. voor geluid zou je dan.? Oh, ik had er al één bedacht. Oh ja. Ik had dus bedacht. dat je dan met je, met je notitieboekje zo doet. Ja. ja. Te leem. Mm. 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 Ja, ik dacht ook al. als er iets in een boek. Ik ja, dacht ook. dit. van speech. Van. Ja. Van ja, er gaat voor iets voorgedragen worden. Want het is allemaal informatie. Mm. Maar gewoon heel simpel. tik-tik. Dit tik, is het. Ik denk juist al niet super Maar echt zo'n. Een, 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 zo'n. zo'n korgroep die zo. Wikipedia. Ja. <laughs> Ja, dat is. <laughs> ja, winnaar. Ja, Ja, sowieso. Ja, ja, niks moet... meer aan doen. Oké, oké. Oké, dankjewel voor deze bijdrage, ja, voor de Wikipedia, ja. uh, voor de, de Wikisound. Of hoe noemen ze het? Nou, goed. Nee, heeft nog geen naam. Oké, okay, nou, daar horen we vanzelf al veel meer van natuurlijk. Ja, letterlijk. Um, jij, ik, Anna? Nee, ga jij maar. Ja, mag ik? Ja, tuurlijk mag jij. Oké, okay, dankjewel. Dan, uh, Anders ben je weer de laatste. Hè? Dan ben je weer de laatste. Ja. Ik begin even met de, met de quote van hoe zij het zelf hebben aangekondigd. <coughs> Your destination for live events by creators you love. Ticketed by Spotify. Oké. Okay. Um, ja, Dat was. Goed, voor, met die stem? Dat ja, is natuurlijk he? heel lekker. Weet je, <laughs> ja. ja. je daar gaan we werken. Ik, werk denk, op ik ook. denk, ik, ik pak vast <laughs> al punten en dan gaan we vast. <laughs> ja. uh, de Zweedse muziekstreaming gigant... Timmert immers hard aan de weg. En nu kon je natuurlijk al per artiest opzoeken waar en wanneer zij concerten gaven, eh, binnen Spotify natuurlijk. En waar je dus al ma hè, eerder makkelijk tickets kon kopen via Spotify, maar middels een reseller zoals Ticketmaster en misschien Eventbrite. Gaat Spotify nu zelf de tickets beheren en hiermee proberen het ecosysteem voor de rest af te sluiten. Oh. Ik denk, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is goed Slims. nieuws. Dit is wel uh, heel Slims. interessant. Ja, dat is goed, hè? Ja, dat is en interessant. En het leuke is ook, er zijn een paar haakjes en oogjes. En uh, een van de leuke dingen vind ik eigenlijk, is dat ze het helemaal niet hebben aangekondigd. Ze hebben gewoon een website gemaakt, tickets.spotify.com. Uh, en dat is link door uit de app. Dus vanuit de app ga je dan, uh, je, je bekijkt je favoriete artiest. Ik noem uh, Ja. Willekeurig. Ja. Willekeurig <laughs> Willekeurig Alberti. Ja. Anna. Wat moet ik nou Favoriet uh, ja. ja wat Ik okay. wist niet wat de bedoeling was. Ja. Okay. Um, nou, die zoek je op. Hè. Nou, eerder wist je al natuurlijk. Hè, dan kon je al kijken waar ze dan binnenkort gingen optreden. Ik weet niet of jullie dat ooit gebruikten. Gebruikte ik vaak graag. Vond ik fijn dat, dat soort informatie. Dan hoefde ik niet meer per venue te kijken waar zijn ze. Ja. kun je binnen Spotify. En dan kon je al via Ticketmaster kon je natuurlijk bestellen. Maar nu dus bij Spotify houden ze het allemaal zelf. En dan kan je lekker tickets bestellen. Precies voor de artiest die je wil. Ik vind het heel fijn. Mm -hmm. um, in Amerika is het uh, ook nog eens zo dat ze uh, echt een antipathie tegen um, Ticketmaster hebben, omdat die altijd gigantisch veel vies en gekke dingen toevoegen, dat je denkt ja, ik heb een ticket van 50 dollar voor 120 moeten kopen of zo. Nou, dat is een beetje is een, soort, een soort running gag geworden. Mm. Uh, het is ook niet allemaal even, even waar, maar dat is een goede zet van Spotify, omdat ze denken ja, iedereen haat Ticketmaster toch al. Kom maar op met die sales, wij doen het wel voor je. Ja. Um, ja, heel goed. Ik vind, het, ik vind het fantastisch. Ze zijn nu alleen nog maar in Amerika uitgerold, alleen voor een select aantal artiesten ook. Het is dus echt sinds augustus pas, dus we zijn nu een maand onderweg. Um, en ze, ze eigenlijk zeggen ze, er, zeggen ze er ook niks over, die Zweedse jongens. Ze zeggen, ja, het is er en we kijken het even aan. En ik vind het machtig interessant. En voor mij, iemand die veel concertjes bezoekt, zeker van kleinere mensen, vind ik het heel fijn dat dit bestaat. Gaat bestaan, beter gezegd. Want, Want Europa is nog niet aan. Maar ik heb een paar vraagtekens ja. bij. Want um, wat is dit nou per se anders ten opzichte van wat er nu is? Want nu, ga je, nu zie je natuurlijk gewoon overzicht van die concerten. Of ja. in ieder geval waar ze gaan optreden. Ja. Maar dan word je binnen natuurlijk, Spotify, ja. Ja, binnen Spotify. Mm -hmm. dus je ziet inderdaad gewoon, als ga je naar artiest toe zie je natuurlijk waar ze gaan optreden, een concert en dat soort dingen. Uh, maar dan word je dan natuurlijk doorgestuurd. Waar word je eigenlijk naar doorgestuurd? Uh, je ja, kan eventbrite zijn, ticketmaster. Het hangt een beetje af van het concert, van de venue, uh, waar het dan uiteindelijk plaatsvindt. Maar precies, maar dat, dat nemen ze dus nu zelf in controle. Ja, dus zij spreken af met de venues. Hé, hey, wij willen jullie ja. ook, uh, wij dus, ook die tickets sales doen. Ja, ik denk inderdaad voor Spotify zelf dat het super slim is om ja. te doen. Uh, want dan kik je gewoon anderen van de troon af. Gewoon, bye bye. Ja? ja, gaan we lekker zelf doen? Ja, doei. nou, ik vind het ook een heel ja. goede set. En iedereen, heel veel mensen vinden het van Spotify ook heel chill. Ja. Het heeft ook een goede naam zou ik zeggen. Niemand mm -hmm. heeft ja. een he hekel aan Spotify, volgens mij. Ja, um, nou ja, goed. En naast dat, dat, dat is echt aan de weg, Tim. We zijn eerder met natuurlijk de sponsoring voor FC Barcelona, de shirt sponsoring oh, ja. en het stadion. Ja, gooien ze dus nu gewoon weer gewoon even uh, een, een, ja, een, een nieuwe feature erin dat je denkt: oh, oké, okay. ja. heel interessant. Ja. ja. Ik, vind het, uh, ik ben hier heel blij mee ook. Als, uh... En waarom ben je er blij mee? Uh, nou, omdat ik al vaak die feature gebruikte binnen uh, Spotify. En ik hoop eigenlijk gewoon dat het echt goed wordt uitgerold in Europa ook. Dat is mm -hmm. nog even wel een ding. Want dat was in uh, ja, voor kleine artiesten was dat soms nog niet helemaal lekker geregeld. Mm. Um, dus ja, ik vind het gewoon heel chill. Ik vind het heel fijn als je gewoon binnen één app kan blijven, alles kan bestellen, alles doen. Dat, ja. dat is ook wat zij willen. En ik vind het prima als ze dat je dan van dan mij verwachting. Van met je creditcard ja. Nou ja, goed. Je, je hebt natuurlijk ja, al betaalgegevens krijgt... afgeleverd ja. als, voor de premium gebruikers in ieder geval. Dat, dat, dat ja, ben ik. Zoals uh, ik. Nee, dat is ja. heel goed, Anna. Ja. Uh, <laughs> ik doe, ja, ik weet het niet. Nou, uh, Jij uh... zit hier op de Spotify van, van de kant van de buren, zeker. Ja. <laughs> ja. Oké. <Okay. Okay. laughs> nee, okay. nee, ik heb wel zo'n family, uh, abon uh, gezin, uh, abonnement, waar ik met mijn hele family erin oh, zit. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, ja, Dus, ja. dus iemands betaalgegevens ja, zitten iemand, gekoppeld. Ja, precies. Ja. <laughs> Oké. Okay. Oh, ja, ook om oh, het van mijn vader is lekker handig wel. Ja, precies. Ik heb even een leuk leuke setje voor ons. Voor mij. <laughs> Sorry. Dus nou, ik vind het een heel leuke ontwikkeling. Echt ja. waar. ik Heel slim. Uh, maar goed, officieel is er allemaal nog niks aan de hand. We zeiden oh, ja, we hebben gewoon een website, kijk maar wat je ermee doet. Het ja. is echt zo'n klassiek voorbeeld van een soort zo'n voorwaartse integratie, weet je wel. Dus ja. dat ze dan in de keten verder gaan dan uh, ja het is wel. Uh... Het is inderdaad eigenlijk wel dat je denkt: ja, dat dat een eerder was. Ja, ja dat nou ja. vooral dat dus inderdaad. Ik ga ja. Oh, ja, de maar maar. Ja, toch ik denk was er wel niet. dat Ticketmaster echt al die is natuurlijk echt aan de top al volgens mij al jaren. <kwijnt> dus ik, ik heb een soort van misschien een idee dat iedereen Ticketmaster maar het meest vertrouwt en daardoor iedereen dus blijft hangen. Want er zijn ook wel nieuwe nieuwe dingen in de tussentijd gekomen om, dus uh, concertkaarten te kopen. Ja, en event maar bestaat Ticketmaster al bestaat al jaren. Ja. Dat is echt uh, ja. Maar ja. da daarom denk ik dat het ook goed is, want mensen vertrouwen Spotify volgens mij ook gewoon. Ja. Dus zij denk ik ook, ja dan niet. Ik het master, er mij het uit. uit. Ja, misschien gaat het wel concerten kopen in een, of kaartjes kopen ineens in een stuk makkelijker. Dat je dan echt zo'n pakker klikt. oep. oké. Okay, ja, je dat hebt hem altijd fucking. Okay, ja, zoals bij, bij Amazon, dat je ineens uh, bestel, bestellen klikt en dan staat oh, Ja, in één keer. Ja, precies dat. Ja, dat gaat echt heel makkelijk. Ja. 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 Dus dat is ja, het. Dat vond schant. ik een leuke. iets een leuke, een leuke nou, ik ja, ja. en ja, leuk. Ja. Ja, ik vind ja, het eigenlijk te weinig van dit soort kaarten om er echt iets van te kunnen vinden. Maar, maar toch vind je ja. het leuk. Nou, ik ja. vind ja. dus het ja. Je kan ja, het je goed ja, voorstellen. Ja. Zeker. Ja. En hoe heb je dit gevonden dan als ze niks alleen uh, alleen een website hebben gelanceerd? Uh, ja. Ja. ja, ik wil even je bronnen aan <laughs> weten. Kijk, het meer dark meer web. <laughs> ja. Oh, dat is toch. Nee, dit kwam bij ter oren via TechCrunch. En die kwam het gewoon tegen. TechCrunch is een techblog eigenlijk. Oké, okay. ja. okay. geinig. geinig. Cool. Leuk. Dan kunnen we door, Anna. Ja, dat ben ik, hoor. Zeg het. Oké, okay. uh, ik heb een artikel van uh, The Next Web. En uh, het gaat uh, over een uh, Belgische kunstenaar. En um, hij heeft een uh, eigen social media account um, of een Instagram account waarin hij uh, zijn projecten laat zien. En een van zijn uh, recente projecten, en hij doet heel veel trouwens met uh, kunstmatige uh, in intelligentie. Ja, ja. ja A A AI. AI. Ja, yes, yes, yes. yeah, oké. Okay, um... <laughs> ja, ik presenteer het echt super kut. Okay. Ja, je bent nog niet echt lekker. Nee, nee, nee. Wil je opnieuw beginnen? Nee. Je nee, hebt nog nee. twee minuten. <laughs> nee. Ja, <laughs> no pressure. Maar uh, nee, wat hij doet, hij maakt software, dus um, ja. En dan, uh, wat, hij, wat hij heeft gedaan is. Um, je hebt dus blijkbaar camera's die uh, publieke camera's die zeg maar gewoon voor iedereen zichtbaar zijn. Dus gewoon in, in, om de hoek van, van een museum of weet ik het wat. Blijkbaar heb je daar heel veel van. Die je gewoon publiek kan bekijken. De CCTV. Ja, Zoals precies. Ja, ja. Mm -hmm. En hij, wat hij heeft gedaan, hij heeft een project gezet uh, waarin influencers als hij een foto maken bij een bekend uh, spot. Uh, <laughs> dat hij um, die. Uh, die influencers koppelt aan die camera. Dus dat je meteen ziet van... oké, okay, uh, ik leg het echt heel ja, zuur dus, uit. Dus dat, dan, dan, dan zie je dus die persoon die foto maken? Ja, precies. Of die beveiligingsbeelden. Ja, precies. Dus hij heeft dan zeg maar heel veel... Uh, op Instagram heeft hij heel veel gepost van... oké, okay, deze foto, hier zie je de camerabeelden ervan... hoe die van die foto is gemaakt... En dat heeft hij dus een software voor ontwikkeld. Dat is dus die uh, uh, met elkaar wordt gekoppeld. En hij heeft ook expres um, gekeken naar influencers. Iedereen die uh, boven de 100k uh, volgers heeft, mm. die worden dus exposed. Yeah. En die krijgen dus zeg maar, bij die foto, die ze dan hebben gepost uh, op de locatie. Yeah. Uh, daar krijgen ze dus ook camerabeelden, worden dan van, zeg maar, openbaar gemaakt. Yeah. En hij wil hiermee laten zien van. Uh, jongens, die camerabeelden die gewoon overal in de straten hangen... die ja. zijn sowieso best wel gek. Uh, die kan je gewoon, iedereen kan die gewoon bekijken. Je bent toch geen tot. Yeah. Uh, en uh, die hele, dat die hele koppeling heeft gemaakt... dat, die, dat, ja, dat mensen gewoon worden exposed. Yeah. Zeg maar. Dat het niet is om alleen maar die foto... Maar dat je dus uh, heel eenv eenvoudig uh, die koppeling kunt maken. Want met, hij is een maar. hacker of zo ook dan. Of wat hoe? Ja, ik weet uh, dat zover ben ik niet gekomen. Want, maar hij is blijkbaar een hele Te bekende soort van uh, software-kunstenaar, uh, <laughs> die dus dit soort dingen heeft gemaakt. Uh, hij heeft ook eerder um, een, 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 een software gemaakt waarvan hij alle. Iedereen die zeg maar in de kamer werkt, ging hij dus op een gegeven moment tracken wie dan op zijn telefoon zat tijdens een debat uh -huh. of zo. <laughs> ja. En dan liet hij gewoon zien hoe makkelijk dat al ging. <laughs> zeg maar iedereen die zo hoorde kreeg, zeg maar een soort van boogje in omhoog. Dus dan ja, hij doet ja, er zo van heel veel experimenten ermee van ja wat je kan doen met dat met grappig. met video en wat wat ja uh, 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 met AI zeg maar of EI zeg maar gekoppeld ah, AI, ja. Uh, maar goed, ik vond het super interessant. Want nou ja, kunnen we het zien? Anne, is het ergens te zien? Dit is zeker te zien. Dus ik zal het website. artikel natuurlijk. Uh, ja, die is zeker. Dit is inderdaad te zien. Hij heeft gewoon uh, dat artikel. Daar staat gewoon de, de naam van, de, van deze influencer. En hij heet: ik ga het even opzoeken: uh, Dries Deporter. Het is een bergen, een Belg. Ah. Ja. En hij doet dus, dus ja, dit soort projecten dus uh, heel vaak. En dan gaat iedereen ook gewoon, uh, ja, best wel veel artikelen schrijven er dan ook over. Ja. Uh, maar dat kan je zien. Ja, dus nou ik kan het nu laten zien. Maar het is voor de leidelijk. Maar niet bizar dat hij dan de. bij die beelden kan. Hoe kan hij nou bij de Ja, nou, dat bijen? is dus zijn doel. Dus dat hij zegt ja, van jongens, het. Uh, het is ja. makkelijk te kraken. Het is supermakkelijk. Maar je hoeft het niet te niet hacken. Eens te dat te zijn openbare. hè. Ja. Want je hebt de CC, veel van de CC's oh, het zijn gewoon een stream, van die... weet je? Oh, het zijn gewoon van die publieke webcam achter. Ja, oh, ja. ja, Ja, maar hij wilt hiermee zien van het gebeurt meer en vaker dan dat je denkt. Ja, ja. ja. Die, die camera's ja. bedoel, ja, ik dat je wordt in de ja. gaten gehouden, ja. en dat je dus op die manier heel makkelijk dus die die software kan bouwen en dan nou ja, ik weet niet of dat heel makkelijk was om te bouwen, maar in ieder geval dat je dat kan matchen met elkaar dat je dan meteen ziet van oh ja ja want er hangt okay. er ook eentje op de dam en zo en ja, uh, ja. In het paleis en weet ik veel ja, ja. en ja. dit is dus om uh, ja hoe zeg je dat een soort uh, awareness te creëren van dat je ja dat is een beetje zijn doel oké okay. ja dat maar ook goed. gewoon laten zien wat je ook mee kan ja uh, met AI uh, maar ook um, uh, ook in het uh, dat je dus een soort van altijd in de gaten wordt gehouden ja. <laughs> dat idee Um, okay. Okay. Maar ik vond het wel interessant. Want ik wist, ik zelf persoonlijk wist niet eens dat je zoveel uh, 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 publieke camera's, dat je die gewoon zelf ook kon bekijken. Ja. Want het, het schijnt ook heel vaak te zijn dat er vaak wordt gezegd van uh, dit wordt, uh, deze camera beelden worden gehouden, Maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Die mm. kan je gewoon opzoeken. Ja. En dat schijnt dan ook een. een, 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 een uh, een ben, percentage ben... is van de kamers waarvan dat gebeurt. Dus, uh, misschien hmm. hiermee wil deze kunst laten zien. Er wordt meer opgenomen dan je denkt. Precies. Big Brother is ja, uh, watching you. Ja, ja, ja. <laughs> Precies. Oké, okay, jongens. Wordt dit eigenlijk opgenomen? Meestal. Oh, oké. Okay. <laughs> is dit live? Ja. Weet je wat we moeten doen? Een livestream. Dat is wel leuk Oh, ja. Dat oh, wel oh, leuk, oh, leuk ja. oh, heel leuk idee. Vrijdag toch? Ja. Met wijn. Mm. <laughs> ja. mm. Oké, okay, we, we gaan door naar de, de punten, hè? Uh, ja, jongens. Um, ja, we zijn aanbeland bij, uh, bij de stemronde. Ik heb uh, papiertjes meegenomen. Ik heb geknutterd. Kijk, Ik heb drie papiertjes uitgeknipt. Ja, leuk. leuk. Ja. Hij moet weer zijn boek mee, hoor. Het grote boek. Nee, ik zit heb ik gewoon eens. hier papiertje oh, voor. Je. En daar ja, ga nee, ik mee ja, doen. Prima. Nee, ja, dit okay. was meer voor algemene aantekeningen. Maar ah, ik zal. Maar voor, is ik veel gemaakt nee, hier. Ja. Ik kan, ja. Vandaag even niet, maar mag ik ook ook keer even wat er is gedaan. Oké, alsjeblieft, jongens. Dank je. Hier. Dank je. Dus, hè, schrijf op. Hoeveel punten? 11, hè? Heb je in totaal? Dus. Ja. A Oh, ja, 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 ja. Dus we hebben. Wat even kijken. We hebben kunstmatige intelligentie van Anna. We hebben. Uh, Wikipedia Sound van Robert. En. Spotify van, uh, van Michiel. Van mij. Dus dat moet ik even kijken hoe we dit gaan doen, jongens. Uh, oei, oei, oei. Um, ja. Even nadenken. Lastig, lastig. Mag ik ook uh, nog even weten wat was de score vorige keer? Nee, nee, mag niet. Oh, dat mag ik niet. Weten. Nee, dat ga ik ook niet vertellen. Ik ga dat ook niet echt opzoeken. Dus dat oh. Nee, want dat gaat. Nee, da ga kijk, dit is ja, het ja, hele precies, idee. Ja. Nou, lever maar weer in. Ja, ja, dit gaat dan dus dan nu al in je mag dus Mart, wel kan je komen. Nee, je mag dus niet gaan, <laughs> ja. gaan spelen op, op ja, een maar, score. Oh, ik dacht, ik ga strategisch. Ja, dan geef je mij elke keer nul zeker. Ja, zo kan ik er nog. Ja, ben ik ook weer. Wacht, ik zit er. Ik had hem nou 11 of 9, 9 trouwens te verdelen ja wat is negen sorry ik zei elf ja, ja. sorry ik zat ook echt zo oh, ja. oké, okay. ik dacht dat misschien was het nu al van negen ui, ui, ui. ja ik ben eruit ik ook nu al en nu nu al oh, ja het zijn zoveel Jesus punten Christus. ja oké okay. uh, ja goede vraag eigenlijk um, nou ja, dan, ja, we wachten even ja. op Anna. Ja, ik ben er. Ja, Oké. Okay, en er. Dan, ja, dan gaan we ze dus gewoon verdelen op volgorde van wie er uh, heeft voorgedragen. Oh, ja. Dus uh, dat lijkt me prima. Dus uh, Robert? Prima. Begin, steek van wel. Ik geef Anna zeven punten. En yes. Michiel twee. Ja, bullshit. Ja, what the <laughs> what the fuck? Ik vind het echt een leuk artikel. Echt een heel leuk artikel. En die Doe van mij niet. Meenleiden. Ik heb je zien stralen. Je ja. nee, zei maar, nog, ik vind dit echt heel leuk. heeft hij letterlijk gezegd. Nee, maar ik de vind die duidelijk dat van... hij niet tegen een kan. Dat is echt heel grimmig hier. <laughs> ja, ineens. ja, hij. Want ja. Nee, ja, ja, hij, ja, hij, hij zit hier ja. te boeten ja, voor zo ja, de mieten. Ja, oh. Nee, ja, ik vond het artikel van Anne gewoon heel erg leuk. En ook origineel. Leuk van die kunstenaar. goed uh, Ja, dit is een goed verhaal op uh, feest en partijen. Ja. Ja, nee, zeker. Ja. En uh, ik kijk ook echt uit. Ik ga straks even kijken gelijk van hoe ziet dat er dan uit. En, uh, ja, dus ja dat je was me... wel oprecht geïnteresseerd. In ja, ik vond het ook een leuk artikel. Eerlijk gezegd. Ja. Kijk, en met Spotify, ja, Michiel. Het, ik vind het vanuit een soort economisch, commercieel perspectief leuk om te horen. Maar ja, ik heb verder gewoon zelf minder met. Kaarten, events, dat soort dingen. Maar je dus... hebt veel met mensen bespieden. Ja. Daar heb ik veel meer van. Ja, precies. Hoe werkt dat nou eigenlijk? <laughs> ik ben Big Brother. Zeg maar. Ja, Hij is ja. Big Brother. Oké, okay. nee, goed. Okay. Uh, dat is goed. Dan weet hoe we de, hoe we ervoor staan. Um, nee hoor, eerlijk is eerlijk. Het was ook een, een goede bijdrage, Anna. Je hebt, uh, je hebt echt je best gedaan deze keer, dat is wel waar. En eigenlijk ga ik de verdeling hetzelfde doen. Anna, 2, Robert 2. Uh, Anna 7, Robert 2. Boe, ja. Wow. Ja, en... yeah, sorry. Ja. 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 ja, prachtig. Uh, ik Vrij vond het ook... Ja. Uh, ja. hoor, uh, ik vond het inderdaad interessant... Uh, ja, kunstmaat intelligentie. Dat iemand dus de aan de gang gaat met die CCTV, al die camera's, al die streams. En dat hij daar leuke dingen mee verzint als kunstproject. En daar ook nog een beetje een maatschappelijke doel bij heeft. Vind ik heel leuk inderdaad. het is leuk bedacht van, uh, van, de, van de beste meneer. Uh, van de Vlaamse man. En even kijken. Uh, ja, ik vond Sumier, Robert. Nou Ja, ja. Nou, ik zag, had, heeft iedereen langs zien komen, denk ik. Nou, ik, nee, ik nee, nee, ik niet. heb nou, niet Jij, maar, jij wel. Ja. Nou, ja, ja, maar oké, jullie dus hebben dezelfde bronnen. Omdat het is ook pas twee dagen geleden. Het is heel recent. Ja, dat... Ja. Nou, maar ja. jij hebt toch helemaal niet gekeken, Michiel? Wat? Nee, die hebt hem toch niet opgezocht of wat voor bronnen hij nou, heeft. Hij heeft dan geluidsfragmenten ingestuurd voor die wedstrijd denk ik. <laughs> ja, ik denk dat hij, gewoon, dat hij er Ja, zo mee precies. Is. Ja, dat heeft hij gedaan. Hij heeft het al bedacht. Wat, ja. wat wilde hij nou? Dat glas toch? Dat heeft hij sowieso gedaan. Ja, sowieso. Ja, precies. Nou, ja. veel mensen even tussendoor denken ook dat het van die soort gonggeluiden worden. Die mm -hmm. zien dat wel voor zich. Een beetje zo van die bon, wind. Naam? Oh, dat. Ja. Okay. Oh, Windchime. ja, dat snap ik wel. Ja, die dingen. Weet je wel? Met oh. zo'n klebeltje ertussen. Ja. Ah, ja. ja, precies dat. Ja. ja, nee, dus dat. Ik. Uh, nee, het was me iets te bekend. Dat is het. Het was niet echt dat ik. Okay. Dit, dit was iets te groot nieuws dat ik dacht: ja, okay. ja dit, kan je, dit mag iets beter gegraven worden. Okay. Uh, Anna, zeg het. Ja, nou, ik, uh, ik geef Michiel de 3 en Robert de 6. Uh, ja, ik had de 6 tegenovergesteld. Ik vond het superleuk om te horen dat uh, Wikipedia dit doet. Dus ik heb dit nieuws niet meegekregen. En ik vind soundlogo's sowieso echt super interessant. Uh, hoe dat dan werkt, ook met logo's überhaupt zelf. Zeg maar, dat het zoiets herkenbaars is en dat je dat dan altijd blijft herinneren. Mm -hmm, en dat ja. het zo gekoppeld is. Dus ik vind het heel leuk. Maar dat eigenlijk wat artikels inhoud vind ik ook leuk dat Wikipedia dit doet. Want ja. ik denk, ja, het is toch een soort van community-achtig <laughs> idee. Van oké, okay, nou jongens, we doen dit met z'n allen. Dat, uh, mm -hmm. uh, al, al die Wikipedia schrijven. Dus we gaan ook met z'n allen bepalen uh, wat dan het uh, uh, soundlogo wordt. Maar ik denk wel dat er iets onder ligt van dat ze misschien iets meer gaan doen met video of zo, want ik denk niet, kan me niet voorstellen dat ze alleen voor Google Home en dat soort dingen dat ze zo'n soundlogo willen gebruiken, maar dat ben ik. Ja. Ergens. Je bedoelt dan meer advertentie. Ja, eh, ja, ja, ja. dat denk ik. Zoiets okay. zeg maar. Ja. Nee, en daar ja. hebben ze weinig budget. Bedoel, ze hebben hun budgetten zijn altijd het grote probleem, dus. Ja, daarom. Maar ja, misschien dat ze toch wel een manier vinden om ja, om een, op een andere ja. manier een beetje door te vertalen of zo, maar. Ja. Goed, aan de andere kant, Wikipedia is wel gewoon Wikipedia. Dus uh, misschien blijft het zoals het is, zeg maar. Dus, I don't know. Uh, maar, uh, Michiel, ja, ik vond jou ook heel leuk. Maar ik uh, dacht dan wel een beetje van... Uh, Wat dacht je? Ja, wat dacht ik? Het ja. is niet eens aangekondigd op Spotify. <laughs> en ik heb hier met een scoop van heb ik jou daar. zo'n ja, was wel een scoop inderdaad. Ja, nou. Nee, nou. Ik vind Laat het dat dan nou terugkomen dat... in die punten. We gaan even naar de inhoud van het artikel, oké? Okay? Dus, uh, <laughs> dus, is... dus ik vind het heel knap hoe je het hebt gevonden. Complimenten. Anne en voor? ik zijn hier voor de inhoud, Michiel. Ja. Niet voor de, niet voor ja. de snelle Dat niet jij nou dus. zo oppervlakkig bent, weet je wel. <laughs> Geluidje van een logo. Heel ja. oppervlakkiger wordt het niet, jongens. Wij houden van oppervlakkigheid. nou goed. Ik kan dit niet winnen. Maar ik moet ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje eng. Ik vind het heel slim van Spotify dat ze zoiets gaan doen met die tickets. Ja. Maar ik vind het ook al een beetje een monopoliegedrag. Wat is het? Een monopoliegedrag. Gewoon zo van, oké, okay, we gaan iedereen eruit en ja. dan gaan we gaan gewoon allemaal bij ons houden en uh, bye, bye En ik hou van Ticketmaster, want het is gewoon een je beetje... houdt van Ticketmaster. Jij ja, bent het de enige op deze aardbol die van Ticketmaster houdt. Nee, iedereen, ja, haat ja. had iedereen Ticketmaster. Ik, ik kan me voorstellen. Verlenen nou, ze zijn... vragen echt veel geld? Ja. Verlenen ze niet ook meer service dan? Want nee. Dat lijkt mij. oh. Het is altijd gekloosje, Je je er allemaal admin fees ja, op. denk je waar, eens... waar betaal ik voor. Ja, maar, oh. okay. ja ik vind wel dat ze hebben soms als je een kaartje probeert te kopen, dan is het niet heel duidelijk waar je naar staat te kijken. Dat vind ik wel. Dus dat, dat uh, zoals je het hoort: kan ja, maar We hebben het, het er en... toch weer over, hè? Ja, het spijt me. <laughs> dus nou goed, dus uh, ja, 3-6. Oké, okay. nee. helder. Ja, maar. Het is wel duidelijk. Weeral minder bedeeld, jongens. Maar goed. Ja, dat zo voelde ik ook de vorige keer. Ja, nou ja, met ja. ja. Ja, sorry. Nou, dit was per... Nee, maar dit, dit is een kwestie van persoonlijke interesse. Daar verlies je gewoon op. Dat heb ik vorige keer. Ja, dat ja, is het. Dat is het. Je moet helemaal niet persoonlijke interesse hebben. Ik heb Algemeen. eerlijk gezegd, Anna, de meeste reacties gehad op jouw artikel vorige keer? Ja, ja. Ja, 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 die Be Real? Ja, 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 ja. ja echt waar. Ja, Mensen belden vast. echt waar aan de telefoon. Ik, nee, serieus. Ik hoorde jullie podcast. Aan de telefoon ben je gek geworden. Serieus? Iemand zei: Jullie zitten echt on top of things. En vooral Anna met Be Real. Ja. Geen ik grap. Geen grap Kunnen we ja. dit ook gewoon? Okay. Dus wil jij vanaf nu al je telefoongesprekken <laughs> dus opnemen? Want dit is natuurlijk, dit nou, geloof niet. Ik niemand. verwacht morgen een telefoontje van iemand die zegt: Nou, die Michiel had zo'n ja, stukje. Ja, dat is sowieso. Ja. Dus sowieso. met de meeste punten blijkt het meest interessant. Uh, misschien wel. Wellicht, mm. wellicht. We gaan dat, mm. zien. dat gaan we zien. Ja. Okay. Mm. We gaan afronden. Oké, okay, jongens, ja, we gaan afronden. Um, even kijken, laat ik eerst even de scores natuurlijk oplezen voor vandaag. Op de laatste plaats, uh, dat ben ik, Michiel. Met 2 plus 3 is 5 punten voor Spotify. Maar, maar, maar. Sorry, zullen heb je vorige keer niet gedaan, dit, Robert? Sorry. Ja. ja. Maar toen was ik als eerste. Was het is een punt aftrek, denk ik, dit Sorry. gedrag. Oh. Nee, Robert uh, op de tweede plaats met 2 plus 6 is 8 punten. En de winnaar van vandaag. Ja. ja. Enthousiast als ze is, 7 plus 7 is 14 punten voor. O, ja. Ah. Ja, ik heb jullie eventjes schaakmat, jongens. Ja. Boom. Okay. Proficiat. Ja, dank je. Ik voel je. je. Maakt niet uit, we gaan verder. On top of the World. Oh. <laughs> Maakt niet uit. Uh, ja, nee, dan zijn we er wel, jongens. Bedankt voor jullie bijdrage, in ieder geval. Ik heb me in ieder geval wel vermaakt. In ieder geval, dus het, st het stukje wat ik heb meegenomen. En misschien <laughs> jullie ook, ik weet het niet. Ik ben zo blij wie de rest ben. Ja, heel oh, ja. goed. Uh, Robert, uh, middelmaat. Ja, <laughs> Toch beter best ja, ja ook, jij ja. moet ook weer beter je best doen, net als ik. Ja. We hebben een winnaar, we hebben verliezers. Nu wel twee verliezers en één winnaar. Um, aflevering twee is ermee ten einde gekomen. Uh, de winnaar, Anna, jij mag jou zelf dus de winnaar noemen van deze aflevering dank van u, de Nieuwscast Proficiat. En uh, voor, de, uh, voor de rest van de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Nieuwscast. ons